geleden was ik in de gelegenheid om een cd op te nemen met Nederlandse pianomuziek uit het begin van de 20e eeuw. Dat ging eigenlijk om muziek van Schaefer en van den Zichtenhorst Meijer. Maar er was nog een klein beetje tijd over. En toen was het idee om dan het enige stuk van Alfons Diepenbrock op te nemen voor pianosolo Avondschemer. Dat was voor mij eigenlijk mijn eerste kennismaking actief met de muziek van Diepenbrock. En inmiddels weet ik dat als er ooit op de radio bijvoorbeeld één track van de cd wordt gedraaid, is het meestal Avondschemer. Ook in het buitenland trouwens. En dat is ook wel te begrijpen, want het is absoluut een juweeltje van een stuk. Het is dus zijn complete piano-oeuvre voor piano solo. Dat klinkt wel stoer. Het is natuurlijk ook heel jammer, want ondanks de prachtige pianopartijen en de liederen smaakt het naar meer. En is het zo jammer dat er eigenlijk niet meer piano solo werken zijn. Maar goed, dit is er wel. En dan extra bijzonder om het vanavond te spelen op de Eraar van Alfons Diepenbrock. En dat is in die zin bijzonder omdat ik me voorstel dat deze vleugel toch wel heel erg verbonden was met de klankwereld van waaruit gecomponeerd werd. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n voor een hand liggende keus om een vleugel uit, wat is het, 1839, in de begin van de 20e eeuw in je huis te krijgen. En het is nu extra bijzonder dat Frits Janmaat hem eigenlijk terug gerestaureerd heeft naar de staat waarin hij in 1912, geloof ik, uit de Eraar-fabriek kwam. En dit is dus het geluid wat eigenlijk om Diepenbrock heen was als hij dit speelde en componeerde. En dat vind ik heel bijzonder. Ik heb een beetje kunnen spelen op het instrument in Maison Eraar. En zonder dat ik er erg in had, merkte ik dat ik erg veel met allebei de pedalen bezig was. En je weet misschien dat het een echte pianiste kwaal is als je veel te veel het linker pedaal gebruikt. Want je moet gewoon met je handen zacht kunnen spelen en dan moet je dat pedaal niet voor gebruiken. Dat pedaal is eigenlijk voor de kleur en voor de verandering van kleur. Maar op de een of andere manier reageert het instrument daar wel heel sterk op. En ik wist dat niet, maar later las ik dat stukje dat Matthijs Vermeulen heeft geschreven aan Thea Diepenbrock. Waarin hij beschrijft dat hij naast Alfons Diepenbrock zit terwijl hij speelt. En maakt dus mee de vervoering waarin hij raakt en eigenlijk de extase. Maar vooral ook dat hij ontzettend druk in de weer is met zijn voeten. Als een organist, schrijft Vermeulen. Dus ik voel me een beetje gesteund in mijn eigen poging. Avondschemer is 1915. We dachten dat het misschien leuk was om nog één werk erbij te spelen van Debussy. Om echt alle registers van dit instrument aan u te tonen. De Epigraaf Antiek van Debussy, dat is 1914. Dus het past allebei ook een beetje in het thema van Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog, sorry. dat is een tijdsgewricht waar je heel duidelijk merkt dat er afstand wordt genomen van vaste waarden die heel lang vaste waarden zijn geweest. Soms op bruske wijze, in de oorlog natuurlijk, maar eigenlijk in de muziek ook. Bijvoorbeeld de vaste waarde van de tonaliteit, die eigenlijk helemaal in alle kanten uitgediept was. En als u Debussy straks hoort, dan hoort u dat hij eigenlijk harmonieën begint te gebruiken die of pretonaal zijn. Of hij gebruikt hele toonladders waar het eigenlijk geslachtsloos is. Geen majeur, geen mineur, ook niet meer de dominantie van bepaalde akkoorden. En dat is ook wel bijzonder om in het hele toch kleine werkje van Diepenbrock diezelfde tweesprong te zien. Je zult horen dat heel veel akkoorden blijven onopgelost. Vier maten voor het eind hoort u ook een onvervalste hele toonladder. Maar dat sluit dan uiteindelijk wel af in echt mineur. Dat past wel misschien ook bij een ander thema uit deze tijd, dat er erg veel nostalgie in de muziek was.